Ik ben Monique Max, ik ben directeur van het Jeugdsportfonds. En wij maken het mogelijk dat kinderen die in armoedegezinnen leven, dat die gebruik kunnen maken van een sportvereniging ofwel culturele instelling. Die kinderen komen bij ons terecht via intermediairs. Dat zijn professionele krachten die dagelijks met de kinderen werken. Ofwel in functie als docent in het onderwijs, ofwel als huisarts, ofwel als professional in de jeugdzorg. En zij brengen de kinderen aan bij een professionele consulent die werkzaam is bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. En dan kunnen de kinderen binnen 3 weken lid worden van een sportvereniging of van een culturele instelling. Nou, het AFAS aanvraagsysteem is voor ons heel erg belangrijk. Het is een tool waarmee wij de aanvragen van de kinderen en de beoordeling van de kinderen helemaal doorlopen. Ja, we gebruiken alle tools die jullie daarvoor ontwikkeld hebben. Dus we gebruiken Outside en Inside. En Outside voor de intermediairs, dat is de klantenportal die de aanvragen doen. En Inside is de omgeving waar de consulenten en wij zelf in werken. Wat AFAS nog veel meer voor ons oplevert is dat we, nou ja, eigenlijk zou bijna zeggen, elke minuut kunnen zien waar we staan. Dus we kunnen nu met de huidige AFAS tool kunnen we maand na maand en ook jaar na jaar volgen of trends aan de gang zijn. Nou, het allergrootste voordeel wat wij vanuit het systeem AFAS hebben is dat er echt een koppeling is tussen projectadministratie en financiële administratie. En we zijn een goed doel. En transparantie en ontzettend goed met je financiële middelen omgaan die je van andere partijen krijgt, is natuurlijk van het allergrootste belang. En ons voormalige systeem was, daar was het in gescheiden. Daar had je echt alleen maar een aanvraagsysteem. Nou, en daar kwamen we gewoon uiteindelijk niet meer mee uit de voeten. Dus wij krijgen ondersteuning vanuit gemeentes, vanuit provincies, de landelijke overheid, partners uit het bedrijfsleven. En het is natuurlijk ontzettend van belang dat je daar zeker als goede doel heel goed mee kan laten zien wat je daadwerkelijk met het geld gedaan hebt en hoeveel kinderen we ook echt helpen.